Met grote links en dan overheen. En dan met hand. En zo met de circus en de clown. Dus ja, zo. Weet je wel. Vervaren drummers. En een vliegtuig zo met rook. En zo. Motor en vuurwerk. Motor. En dan doen we met de kleine mannetjes. Zoetje, klein mans. Doen we zo lopen. Hello. En de snoep. Oh, het is echt vet. Nee. Maar wat? Gaat bij leraar proberen. Hey man. Mag Dennis vanaf wel slaan? Dennis, ben je op de kamer? Ja, prima. Nee, dat was het niet. Nee, dat was het niet. Je moet het toch wat anders bedenken. Ja. Maar wacht! Ja. Het is nu 2:00 s'nachts en we gaan aanbellen bij Sakis. Midden in de nacht wakker maken. Oh man, geen moeder pesten. Volgende keer even van tevoren vragen. Het is nu 2:30 'smiddags. En we gaan op school slapen. Ja. Mogen wij hier slapen? Nee. Maar wacht! Wat? So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up. To get a pimped out ride. You got to pimp my feet.
shit. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. De fiets is belangrijk. Zonder fiets heb je niets. En dat rijmt. Je fiets is je alles. Maar voor mijn boy Arno is dat wel anders. Check het uit. Hey Mojo, dit is mijn fiets. Hij ziet er niet uit, maar hij is zo belangrijk in mijn leven. Ik breng er altijd de kinderen van mijn broer mee naar school. Omdat hij dat zelf niet kan. Alleen hij rammelt uit elkaar en ik word uitgelachen door mijn vrienden. Alsjeblieft Mojo, pimp my bike! Ja, Arno is gewoon echt een hele goede jongen gewoon. En hij doet toch heel veel van die, voor de maatschappij doet hij dan. Maar van die dingen die hij dan doet, laten we zeggen, dat doet hij dan gewoon, vind ik echt goed. En ja, die fietsen, dat is gewoon alles voor hem. Hij brengt er ook een... hij brengt er altijd, laten we zeggen, de kinderen van mij, die brengt hij dan naar school met die fiets. Ja, ik kan er zelf niet, want zoals je misschien wel ziet, ik zit in een rolstoel. Maar ja, het is gewoon... Arno, ja, hij verdient het gewoon mee. Spim die fiets gewoon, weet je. Het is mijn leven, die fiets. Ik hou van die fiets. Nee man, het is een gebaar van ze. Ik hou van die fiets. Gebaar van, ga uit huis en snel. Vroeger en wat is dit? Voor een retro jaren 80 paintjob erop? Ik zelf erop gezet. Nooit, gast. Vette graffiti erop. En word je dan niet aangehouden door de politie? Nou, dat is een paar keer gebeurd, maar als je hard fietst, mijn licht doet het niet. Dus je ziet me niet s'nachts. Vet. Nou, hier kunnen we wel wat mee. Ja, ik word uitgelachen door mijn vrienden. Ik mag de kroeg niet meer inkomen omdat ik op deze fiets aankom. Het is gewoon wel belachelijk voor mezelf. En terecht. Koop een goede fiets, kinderen. Arno, de fiets is bij ons in goede handen. Als je hem terugkrijgt, zul je hem niet meer herkennen.